De nieuwe fietstunnel onder de N329 aan de Gasstraat Oost wordt beter afgesloten. De onderdoorgang is nog niet helemaal klaar en daarom mag er nog geen gebruik van worden gemaakt. Veel mensen negeren de stopborden en fietsen gewoon door. De gemeente zegt het probleem te kennen. Vooral afgelopen weekend werd er al op grote schaal illegaal gebruik gemaakt van de tunnel. De aannemer heeft inmiddels maatregelen genomen en grote hekken geplaatst. Naast de Gasstraat Oost is het voor fietsers op het moment ook niet mogelijk om over te steken aan de Berchemseweg. Wie aan de andere kant wil komen van de N329, kan dat nu alleen doen aan de zuidkant van Os bij de Meubelboulevard en bij de noordkant van Os bij de nieuwe fietstunnel aan de Singel 1940-1945. Volgens de gemeente zijn de fietstunnels aan de Gasstraat Oost en de Berchemseweg uiterlijk 25 juli open.